Kossie kijken met Ron Vergouwen. Ja, de strijd om de allerbeste talkshowgasten barstte deze week weer volop los. En ja, de gast die je deze week natuurlijk moest hebben in je programma was Nobelprijswinnaar Ben Feringa. Elke talkshow zat achter hem aan, maar op de dag van de bekendmaking koos hij voor Nieuwsuur. Hoogleraar organische chemie Ben Feringa die heeft samen met een Fransman en een Brit de Nobelprijs voor scheikunde gewonnen. En Ben Feringa is hier. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Wel balen voor Tan, Pauw en Van Nieuwkerk. Al wist die laatste hem nog wel even te claimen voor de volgende dag. Het is de day after. Aan tafel Nobelprijswinnaar voor de scheikunde Ben Feringa. Wat voor dag had u? Leeft u nog eigenlijk? Nee, ik stap net uit de achtbaan. Nou ja, u zit er nog een klein beetje in, zolang u hier aan tafel zit. Ja, precies. Heel goed, Matthijs. Laat niet merken dat je het verschrikkelijk vindt dat hij er nu pas zit. De dag van gisteren, de nieuwsuur waar u gisteren zat, enzovoort. Ja, bij zo'n beetje elke andere gast had het een dag later journalistiek gezien toch een beetje als een afgekloven boterham gevoeld. Maar door een leuke insteek met studenten kwam DWDD hier er nog wel mee weg. Nou ja, ik zeg dus dat Ben Feringa de talkshowgast van de week was. Maar ja, er was eigenlijk gewoon maar één gast die nog gewilder was dan hij. En RTL Boulevard had die weten te strikken. Justin Bieber is in Nederland en gespot bij de Albert Heijn. En niet bij zomaar iemand, bij Tirza. Jij bent het kassameisje, moet ik je even voorstellen. Ja. Het kassameisje wat hem geholpen heeft, toch? Klopt. Ja, in showbizland ging deze week de strijd tussen de schoonmaakster van Kim Kardashian en dit kassameisje. Nou ja, zij had echt een veel beter verhaal. Gepraat. Helaas niet. De vrouw achter hem, die had een handtekening gekregen en kus op de wang mocht ze geven. Dus ja, dat is eigenlijk meer dan wat ik heb gekregen. Je weet dat. Ja, oké. Okay. Het is ook altijd handig om een mooie combi van gasten in je programma te hebben. Zo van die mensen die elkaar lekker in de haren vliegen, dan hoef je als presentator eigenlijk alleen maar een beetje achterover te hangen. Jeroen Pauw liet deze week advocaat Gerard Spong de plannen van de politieke beweging DENK volledig afvikken. En dat zorgde voor verbaal. Op social media een racistische opmerking, dan zegt u gevangenisstraf. Op dit moment is de maximumstraf is 2 jaar. Deelnemen aan discriminerende activiteiten wordt gestraft met maximaal 3 maanden gevangenisstraf. Komt u aan die 2 jaar? Artikel 137f van het wetboek van strafrecht. Ja, en misschien is het aan u voorbij gegaan. Maar deze week begonnen er maar liefst 2 nieuwe dagelijkse talkshows op de buis. Allereerst RTL Live, zeg maar de nieuwe 5-uur-show. En in de wandelgangen van RTL ook wel het zoethoudertje van Albert Verlinde genoemd. En de redactie had gelijk een leuke gast voor hem geregeld. Namelijk oud-RTL Boulevard-collega Daphne Bunskoek. En die twee zijn niet echt lekker uit elkaar gegaan. Dus, oh, de kijker zat met spanning te wachten. Wat gaat dat worden? RTL Live! Nou, ik vind dit zo leuk. Goedemiddag trouwens. Fijn dat je er bent. Het voelt zo vertrouwd in één keer. Zitten we weer. Ja, zitten we weer. Goede gebracht heeft ons hier gebracht. Ja, prachtig. Hè? Hoeveel jaren zitten er tussen inmiddels? Zat wij elkaar... Ja, 7. Jij bent niks veranderd. Nee. Nee, jij ook niet. Nee. Het is 5:00 PM, moet wel gezellig blijven natuurlijk. Hè? Ja, die andere talkshow die u waarschijnlijk ook hebt gemist is Ed Z van Paul van Liemt. Dagelijks bij RTL Z over nieuws op social media. Paul had ook een opvallende gastencombi bedacht voor zijn eerste week. De gebrouilleerde Heleen van Rooyen en Rob Oudkerk. Maar ja, het schreeuwerige persbericht dat RTL daar die middag over stuurde was ietsje ronkender dan de confrontatie in de uitzending zelf. Die kant en na 12 jaar voor het eerst jullie samen op tv. Er zijn heel veel Nederlanders die er iedere dag aan denken. Ik niet. Als ik mijn leven met oude koeien zou moeten doorbrengen, dan had ik een heel vervelend leven. Klaar. Tja, ook hier waren de gasten op papier ietsje sprankelender dan in de uitzending. Ja, u heeft het misschien niet altijd door, maar op vele tv-redacties wordt echt een strijd geleverd om de beste gasten. Maar zelfs die beste gasten, die zijn nog geen garantie voor goede tv. Kassie kijken met Ron Vergouwen.